Goeiedag, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Het is amper te zien op deze satellietfoto, maar het midden en noorden van het land heeft te maken met lage bewolking. Het is ook tamelijk dunne bewolking en wat we gaan zien in de loop van de dag is dat de opklaringen die zich nu nog in het zuiden van het land bevinden zich verder noordwaarts uitbreiden. Dan hebben we een tijdje op de meeste plaatsen geregeld zon, maar in de loop van de middag gaat de bewolking juist in het zuiden weer toenemen en vanavond volgt daar ook wat regen. Het wordt vandaag 12 tot 18 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten tot oosten. Vanavond gaat de wind aan zee wat verder toenemen naar kracht 6. In het binnenland waait het dan matig. En verder dus vooral bewolking in het midden en zuiden van het land met wat regen in het uiterste zuiden. Morgen trekt die regen weer weg en dan gaat geregeld de zon schijnen. Er waait wel een matige noordelijke wind. Het wordt zo'n 15 tot 18 graden als middagtemperatuur. De dagen daarna is het tamelijk wisselvallig. Vooral op de zaterdag kan er weer wat regen gaan vallen. Op zondag en maandag een enkele bui. Van tijd tot tijd schijnt ook wel de zon. De middagtemperatuur ligt rond de 15 graden. En dat is toch wat aan de lage kant voor halverwege mei. Van tijd tot tijd staat er ook veel wind. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.